Ja, aan jou is het niet te wijten, maar je wordt wel 3 keer gepasseerd en weer in de slotminuten. Hoe zuur is dit? Ja, heel erg zuur. Ik denk dat we speelden behoorlijk goed voetbal. Eerste helft helemaal. We hadden Heerenveen niks in te brengen. En we geven het weer uit de handen in de laatste minuut. En dat is zuur, zeker na vorige week. Dat je 4 punten meer gehad. Wat gaat er mis in die slotfase? Ja, dat is een goede vraag. Van alles, denk ik, want anders valt die goal niet. Ja, je ziet dat jullie de bal hebben. Er is nog maar 1,5 minuut te spelen. En dan zie ik ook Burnett een bal zomaar naar voren trappen, inleveren. Daar moeten jullie juist proberen die bal aan de ploeg te houden. Wat zakelijker uitspelen. En dat leek jullie niet toe. Nee, maar het is ook lastig. Zij ruiken bloed. Dus dan is het lastig om te voetballen eronderuit. Maar dat hebben we uiteindelijk niet goed gedaan. Wat je zegt, dat is slordig. Maar het is nu niet anders. Ja, je had zomaar 6 punten kunnen hebben in de laatste 2 wedstrijden. Sta je in de middenmoot. En elke keer een puntje, dat schiet niet echt op, hè? Nee, klopt. Zeker aangezien we hoe we voetballen. Dat doen we gewoon heel goed. En dan verdien je ook om te winnen, denk ik. Wat je zegt, we staan hier met 2 keer 1 punt. Ja, met name de standaard situaties hadden jullie moeite mee. Hè? Zo valt de eerste goal van Heerenveen, ook de tweede goal. Daar ging ook het een en ander mis. Ja, klopt. Je weet dat zij kopsterk zijn. Ze hebben een paar goede koppers, een paar grote spelers. Dus dan moet je daarvoor waken. Maar dat blijft lastig. Ja, jullie gaan nu toch met een vervelend gevoel deze wedstrijd verlaten. Terwijl jullie zo goed speelden, hè, de eerste helft. Ik heb Excelsior mensen gehoord. Ik heb Excelsior lange tijd niet zo goed zien voetballen. En dat je dan toch niet de 3 punten binnenhaalt, dat lijkt me extra zuur. Ja, 100%. Wat ik net zei. We speelden gewoon de eerste helft echt goed voetbal. De tweede helft ook bij Vlagen. En je ziet ook gewoon dat we goed kunnen voetballen. En nu is het zaak om nog eventjes dat laatste beetje. En dat is die 3 punten dan binnenslepen. Ja, en je moet ook waken dat dit geen dingetje gaat worden. Hè? Dat jullie de komende weken niet iedere keer als de slotfase aanbreekt in paniek raken. Nee, dat is waar. Maar dat is weer een zorg voor later. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren.